kijkers, mensen die ons volgen. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Vandaag starten we weer een nieuwe weekvlog. De afgelopen tijd hebben wij een aantal weken geen weekvlog geplaatst, zoals jullie hebben gezien. Ik wil toch even vertellen waarom dat is gebeurd. Ik voel me ook best wel schuldig dat het niet is gelukt, omdat we dat... Ja, ik voel me daar gewoon heel erg schuldig over. Vanaf nu gaan we dat natuurlijk weer doen. Daan heeft best wel een terugval gehad met haar... In haar gezondheid. Daar is ze druk mee geweest. Het was voor haar heel erg lastig om te filmen. En ik merk dat ik het dan heel erg lastig vind om alleen te doen. Dus ja, en daar voel ik me dan ook weer heel erg schuldig over. Ja, ik vind het echt wel een beetje... Er zijn wel een aantal dingen gebeurd die even belangrijk zijn om te vertellen. Atos is weg? Nee, Atos staat hier gewoon nog lekker bij ons. Atos mag niet weg. ASO is weg. ASO is verkocht. Daar zijn we wel mee, druk mee bezig geweest de afgelopen tijd. Die heeft een hele mooie plek gekregen in Amerika. Dus die heeft een lange vlucht gehad. En ja, dat is hartstikke fijn, hartstikke leuk verlopen allemaal. We kunnen hem ook nog een beetje volgen, dus dat is ook fijn. Daarnaast zal ik jullie even op de hoogte stellen van een super domme actie van mij. Want ik heb een bovenste oorbel laten schieten. Dat is natuurlijk echt totaal toen het nog kon, zeg maar, voordat de lockdown intreden. Het is echt super onhandig. Ik heb er echt mega veel last van gehad. En met de mondkapjes is het ook echt zwaar onhandig. Daarnaast is deze week een hele spannende week. Want Nolan, dat is denk ik de laatste weekvlog. Kijk hem anders eventjes terug. Ik zal hem even linken. Die wordt deze week gekeurd. En als die goed gekeurd wordt, dan komt die naar stal. Goedemiddag, het is ondertussen woensdag. Goed, ik ga Atos opzadelen. Het is tijd om Atos te gaan rijden. Atos heb ik ingeschreven voor jong paardencompetitie eind maart. Dus dat is ook het doel en dat moet op ME niveau. Daar zijn we nog niet. We gaan vandaag vooral werken, ik ga de training ook even filmen. We gaan vandaag vooral werken aan de galop. De galop is lastig, voor veel Fries is galop lastig. Dan ben je natuurlijk snel geneigd om veel te gaan galopperen of hele lange stukken. Dat heeft niet zoveel zin. Ja, Friezen verzuren sneller dan dat andere paarden dat doen. Dus als ik dan heel lang ga galopperen, heeft dat niks aan. Dan verzuurt je alleen maar en dan wordt het alleen maar een vechtwedstrijd. Dus wat doen we? We gaan snel galopperen. Dus we gaan instappen, even losdraven. Gaan we aan de galop beginnen. En dan eventueel als je nog energie over hebt, gaan we draven. Dus dat gaan we doen. Ga ik jullie ook laten zien. Ik ga hem nu even klaarmaken. Zo, één ding nog hoor. Maar ik heb me echt wel een beetje vergist in deze piercing. Gaatje in mijn oor. Ik slaap al twee nachten echt beroerd. Want ik kan er niet op liggen. Het is echt een beetje naar. Die derde gaatje trouwens, voel ik helemaal niks van. Maar, Hé, Atos? Eén ding staat me echt ontzettend tegen aan het hebben van een Fries. En dat is deze enorme staart. Die niet in te vlechten valt, want het is zo dik. Zelfs een scrunchie houdt die staart niet bij elkaar. En die staart zit altijd helemaal vol met stro. En hij is zo dik. Ik heb hem van de week uitgekamd. Ik had gewoon helemaal een zweethoofd van het uitkammen van de staart. Het is echt dramatisch. Oh, ik vind het zo'n ellende. Nee, dit vind ik gewoon echt niet leuk. Dus als iemand een tip heeft... Zo dik. En dan zijn er nog gewoon een soort plukken. Die zijn nog kort. Dus dat wordt nog lang. Dus het wordt nog meer staart. Dus ik kam eigenlijk gewoon maar een beetje die bovenkant zo. Dat een soort lijkt. Oh yes, geen stro erin staart. Maar dan kijk je. Dan denk je, ja, helemaal vol met stro. Dikke ellende.
minuten gedaan heb. Ik heb eerst 5 minuutjes uitgestapt onder het zadel. Dus toen ben ik naar stal gaan om af te zadelen. Ik dacht, nou, laat hem even rollen. Dus die maan weer helemaal vol. Dus ik moet je echt weer vechten. Het rijden ging echt ontzettend goed. We hebben nu een lichte training gehad. En dan doen we morgen, gaan we weer. En dan heeft hij vrijdag heeft hij vrij. Dus zo bouw ik dat dan een beetje op. We hebben even een paar dagen niet gereden. Want toen hij bij de hoefsmid was, toen wouden ze zijn stralen natuurlijk uitsnijden. En toen bleek dat er dus, het was ook helemaal niet te zien en niet te ruiken, maar dat er een klein rot plekje zat onder ja, de straal die ze wegsneden. En dat ging best wel heel erg bloeden, dus dat moest even genezen. En dus daarom heeft hij eigenlijk alleen even in de molen gestaan en losgestaan. En hebben vandaag weer voor het eerst gereden. Dus vandaag hebben we even 20 minuutjes gewoon even op die galop geoefend, een paar stukjes eraf. En dan morgen bouwen we het wat verder uit en heeft hij vrijdag weer vrij. En dan kunnen we zaterdag gewoon weer trainen zoals we dat altijd doen. Ja, super blij met hem. Hij is ook echt heel braaf. Er gebeurde best wel veel naast de bak. Alleen wel een keer, maar top. Ik ga hem verder lekker afverzorgen en dan ga ik de video editen. En dan ga ik daarna weer verder met de paarden buiten zitten. Het is woensdagavond en dat betekent dus dressuurlesavond. Ik ben nu met Max bezig. Max rijdt op Toby en die gaan hartstikke lekker. Dus die gaan we nu lekker privéles geven. Goed zo. Snel en handig zijn in je vingers. Zo, ja. Goed zo. En maak de volte maar eens ietsje kleiner. Maak de volte maar eens ietsje kleiner. Maak maar ietsje kleiner. 2 teugels. Even been geven. Been eraan. Been eraan. Been eraan. Goed zo. Goed zo. Ja, goed zo. Goed zo. Daar. Ja, ja. Mag nog ietsje doorvragen. Je mag nog ietsje doorvragen. Als je het maar doet met je been erbij. Dus als je met je hand wat wil vragen, moet je altijd eerst even vragen met je benen of ze achterbenen wakker zijn. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, doet hij meteen proesten. Weten we ook dat hij er zelf blij mee is. Goed. En als het ja, snel zijn. Dus niet sterk zijn, maar handig zijn. Dus als het moeilijk wordt, handig zijn. Langzaam licht rijden. Langzaam licht rijden. Langzaam licht rijden. Goed zo. Ja, langzaam licht rijden. Goed. Dat je weer tempocontrole krijgt. Goed zo. Ja, 2 teugels. Dus de schouders naar mij. Zijn schouders naar mij. Goed zo. Heel erg goed. Goed zo. 2 teugels. Probeer op te letten dat je je teugels niet steeds verpakt, hè? Ja. En dan toch weer snel maken met je been. Toch weer snel maken met je been. Snel met je vingers. Dus niet verstijven. Ja. Weer remmen omdat je jezelf lang maakt. En dan weer been geven. Goed zo. Dus achterbenen willen we sneller. Zodat hij zijn hals losser kan laten. Omdat hij het werk overneemt met zijn achterbenen. Heel erg mooi, hoor. Hartstikke goed. Justy heeft vandaag vrij. Ze heeft vanmorgen al lekker heel de ochtend losgelopen. En die gaan we dan nu toch nog eventjes logeren. Dat ze wel eventjes nog bewust beweging gehad heeft met losstaan. Het verschilt natuurlijk een beetje per keer. De ene keer zijn ze lekker aan het ravotten. En de andere keer staan ze eigenlijk alleen maar stil. Dat je denkt, heb je ook nog wat gedaan? Dus dan doe ik toch ook altijd... dan doe ik toch ook altijd nog even logeren. Gewoon aan het halsertje. Dat ze wel nog echt even bewust... aan het lopen is. En draven straks. Als ze lief is, een stukje galopperen. Je zit gewoon met me te dollen, joh, jij. Goedemorgen, het is donderdag. Ik zit op die Kasi. En Kasi heeft heel veel zin in. Ik ben ook zo blij dat hij zo goed gaat. Nou, het is echt gewoon heerlijk om hem te rijden. Ondertussen een aantal is alweer gereden.
Ik had me dus voorgenomen om echt met Cas keihard te gaan trainen. Ik had de camera ook neergezet, want ik wilde eventjes jullie op de hoogte stellen van mijn overgang passage Piaf, Piaf passage. Want dat is eigenlijk het enige waar ik nog echt mee struggle voor dat we weer op wedstrijd kunnen. Maar goed, die meiden waren op boy aan het rijden en er was elke keer wat. En Cas vond die kleine Shetlander wel erg leuk. Dus dat... Ja, er komt ondertussen Mary de baan in. Daar was ik gebleven. Oh ja, dus nou ja, die echt die megatraining die ik voor ogen had met Cas, dat werd hem niet. Dus dat gaan we dan morgen maar doen als de meiden niet mee zijn. Ondertussen heb ik Atos gereden, maar ik heb elke keer, ik heb al 3 dagen dat ik na de lunch ontzettend buikpijn heb. En dat heb ik nu ook. Dus ik krijg ook helemaal zweet ervan gewoon. Ik heb een nieuw... Ik heb ander brood, maar ik kan niet eens praten. Goed, Atos ging op zich wel goed, buiten die buikpijn. En... Ah, kak. Het is niet lekker dit. Oh nee, ik heb 6. Nou, de buikpijn is ondertussen een beetje gezakt. Het is nog steeds wel aanwezig. Ik ga dat brood dus nu dus niet meer eten. Kijken of dan... Nooit meer eten. Nooit meer eten. Kijken of het dan beter wordt. Wij zijn onderweg. Want wij gaan ons nieuwe project ophalen. Oh, zoveel zin in. Hij is gekeurd. Dat is allemaal helemaal goed. Dus... Yay, yay, yay! Hallo. Hallo. Ja. Vorige keer hebben ze gewoon... Een trailer. Dus ik met wagentje hier te komen, denk ik. Hij is groot, jongen. Hè? Huh? Wat is dit nou? Braaf hoor. Dan zou ik nu stoppen, denk ik. De kinderen hebben allemaal lekker te eten. Kijk, yum yummy. En dan ga ik nu even onze nieuwe vriend poetsen. Hey jongen, dat is de telefoon. Nou, Nolan is nog een beetje een baby, dus alles moet nog even een beetje voorzichtig. Maar ik ga even kijken als hij nu aan het eten is, dat ik hem dan rustig wat kan poetsen. Dat hij daar vast een beetje aan went, dat ik zijn lijf overal aanraak. Dat was gezellig, hè? Hallo. Jojo. Hallo. Het is een lieverd, is het. Ah, je bent een lieverd. Ja, het is zaterdagochtend. En ik ga vandaag weer proberen om 2 uur achter elkaar manegeles te geven. Ik heb net het eerste uur gehad. Het ging eigenlijk best goed. Ik zie wel dat mijn ogen al een beetje rood worden. We gaan nu 2e uur geven. Leuke meiden, dus ik denk dat dat wel goed zal komen. De lessen geven ging vanmorgen best wel goed. Alleen dan daarna merk ik wel dat ik echt een soort dip krijg. Dus ik heb eventjes 2 uurtjes bij mama even op de bank gezeten, soepje gegeten. En nu ga ik lekker met vriendin rijden. Met Justy, lekker rijden! Oké, ik ga even de camera een plekje geven. Ik zie er ook niet heel uitgerust uit of zo, maar lekker even chillen samen met Justy. Ik geef mijn laarzen halen, want die ben ik nog vergeten. En ik heb daar iemand die de deur aan het opeten is. Er waren net eventjes een beetje te veel mensen in de binnenbak om het rijden te filmen. Jessie staat nu lekker onder haar therapiedekentje. Om na de training nog eventjes haar spieren goed te laten doorbloeden. En ondertussen heeft ze lekker haar Bix. En een lekkere berghooi. En ik ga Kiertje lekker rijden. Die heeft voor het eerst vandaag de Flexinap op. Hij vindt het wel een beetje spannend, maar hij doet het eigenlijk heel goed. Hij laat het rustig over zich heen komen.
De flexie-nap staat erom bekend dat het ook paarden wat rustiger kan maken. Dat ze wat makkelijker het werk over zich heen laten komen. Omdat de longen eigenlijk optimaal functioneren. Kier vindt het tijdens het werk altijd een beetje moeilijk om zijn lijf echt los te laten. Ik hoop eigenlijk dat de flexie-nap hem daar heel goed kan bij helpen. En we gaan het zo zien. Ik ben hem ondertussen lekker aan het opzadelen. Kietje is er klaar voor. Ik heb ook even mijn dikke trui uitgetrokken. En we gaan lekker rijden. Kijk, mooi in. Heel braaf. Mooi in het bordeaux. Met bordeaux bandages. Even aan het spel. Hartstikke goed met rijden. Die mag nu nog lekker eventjes buiten spelen. Samen met Cassie. Dan ga ik deze nog even halen. Nee, hij ging echt heel fijn. Hij was hartstikke rustig. Zeker nu met de kou. Is hij soms best wel een beetje frissig. Maar hij was eigenlijk echt... Kijk, hij mag nog meer ontspannen in zijn lijf. Maar hij was eigenlijk wel gewoon heel cool in zijn hoofd. Dus dat vond ik wel echt... echt een enorm pluspunt. Lekker Kiri, lekker buiten spelen hè? Kiertje staat lekker in de paddock, dan ga ik ondertussen lekker mijn Jortje rijden. Mijn Jortje is er klaar voor, die laat ik eventjes instappen in de stapmolen. En dan kan ik in de tussentijd even mijn laars aan doen en mijn cap op. Nou, mijn laars heb ik misschien nog aan. Maar dan kan ik mezelf ook even gereed maken. En is mijn Jor alvast eventjes wat ingestapt. Ja. Fantastisch. Goed zo. Berg op. Berg op. Je wilt hij zijn bekken kantelt, dan moet jij dat ook doen. Jij gaat nu je bek zo achter. Nog een keer. Makkelijk. Schouders naar rechts. Zitten blijven. Halve ophouding. Ja! Braaf. Goed zo. Goed, aan de rechter schouder naar boven, binnenbeen mooi voorhouden. Goed, en opletten dat, ja, dat je een beetje naar die banaan... Zitten, zitten, onder je, onder je, onder je. Braaf, goed zo! Nou, mijn Jortje heeft samen met Steve gereden. Ondertussen staat mijn Jortje uitstappen. En is Steve begonnen met de paardjes binnenhalen uit de paddock. En ik ga... Moe van, meid? Nee, ik heb het zwaar. Ik heb alles in één arm. Dus ik ga nu even mijn telefoon wegstoppen, dan kan ik al mijn arm legen. De paardjes zijn allemaal lekker hooi aan het eten. En hebben de nachtkusjes gehad. Oh, krijg ik hem ook terug. Dus ik ga nu ook... De paardjes gaan nu lekker slapen. En ik ga ook lekker slapen. Hè? Ja. Niet mijn oorbellen opeten. Oké, tot morgen. Je hebt nu mijn jas vast. Mag ik hem terug? Mag ik hem terug? Alsjeblieft. Ja, goed, dank je. Nee? Nee? Oké, doei. Dag. Het is zondag. Eind van de middag, begin van de avond. Dus de jongens die staan maar lekker buiten. En ik ben nu eventjes op Just. Zonder zadeltje aan het wandelen. En Jolie is op Boy aan het wandelen, ook zonder zadel. Zo geven we nog eventjes lekker. Een keer de paardenbeweging. Zo! Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken en
te abonneren. En dan hopen we je volgende week weer te zien. Doei!